rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Onze Marianne die is dus pas geleden geopereerd aan haar voetje. Aan mijn voetje. Ja, en nou heet ze Owie. Een schip op het droge leggen. En wat voor een schip? Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, meisje. Het is vandaag woensdag de 26e van de 4e 2023. En het is 10 minuten over 1. Ik moet met de hondjes nog lopen. Maar ik had koffie en ik had een broodje. En ik moest even wat innemen waar ik specifiek bij moet eten. Dus ja, dan gaat dat even voor de meisjes. Dan moet ik toch daar eerst aan denken. En Willy Wilwel is er al. Dus ja, die haalde zijn kattenvoer al op. Die komt nou terug. En ja, daar is ze alweer. Oh ja, daar ben ik. Daar ben ik, zegt ze. Zo. Hé, is het voor jou? Nee, is voor Kandalfie. Jij moet buiten schijten. Dus ja, dat dus. En komt allemaal wel goed. De zakkattenvoer staat daar, schat. Op tafeltje. Dus ja, we gaan weer aan de slag. Ik ga met de meisjes zo meteen even lekker lopen. Maar ik wens jullie wel heel, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En ja, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet ook met ons mee. Het is hier grijs en grauw. En de Google Hub die had mij verteld dat er geen regen zou komen vandaag in een helder. Dan alleen nog een wolk. Ja, stil. En ze wil meepraten. Hè? Ja. Maar we hebben toch al een paar spattertjes gehad. Ik denk dat de buienradar en Google Hub enzovoort dat niet ziet. Karen die zei al, mam, moet u niet naar kijken. Ik kijk waar ik naar kijken wil natuurlijk. En wat ik wil. Zij doet dat niet. Zij bekijkt het van dag tot dag. Maar ik mag graag weten hoe ze en de wat. Dus de ene keer komt het wel uit, de andere keer komt het niet uit. Nou ja, jammer dan dat hij ook met die Google Hub. Want die doet ook soms dingen wat niet moet. Zoals een televisielampje aandoen en dat geeft een groen licht. Wel, dat ook niet behoort. Maar dat doet ze dan uit haarzelf. Hallo, denk ik dan. Waarom? Ja, het is nou eenmaal zo. Maar oké, ik ga de hort op met mijn meisjes. Lekker eventjes lopen. Even een kilometertje weer. Dus het komt helemaal goed. Even weer de cijfer 1. En ja, ik heb mijn ketting nou ook weer om. En mijn kottik oorbellen. Want ik heb deze jurk aan. Nou, helemaal leuk. Die zijn dus gek. Hartstikke gek. Echt wel. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En geniet ook een beetje met ons mee. Tot later. Ja, lieve vrienden, jullie zien het waar ik beland ben. Ja, daar zijn jullie dus nu ook aan beland. Ja, bij onze enige echte. Nou ja, ze loopt moeilijk. Daar gaat ze. Marianne, wat ga je doen? Naar buiten toe? Sylvester binnen laten. Ja, kom dan. Kom dan. Sylvester. Ja, onze mooie poesjebeest. Ja. Ja, echt waar. En ja, onze Marianne die is dus pas geleden geopereerd aan haar voetje. Aan mijn voetje. Ja, en nou heet ze Owie. Nou ja. Owie. Dan merk je pas hoeveel je loopt, hè. Dat is gewoon zo. Nee, maar het gaat wel. Dus, nou, prima toch? Ja, daarom.
Maar ik kom wel weer goed, of niet dan? Nou, dat mag of wel. Of moet de teen eraf gehakt worden? Nou, ben jij mal? Nee, dat doe ik even normaal, zeg. Nou ja, hey, gelijk gratis vlees. Nee, dat gaat zien. Dat lijkt me helemaal niks. Nou ja, dat willen ze toch in Den Haag? Onderlingen gaan eten? Nou ja, dan eet je een stukje voor jezelf. Nee. Gooit het misschien weer aan ook? Nee, ben jij mal? Doe even normaal. Niks. Niks ervan. Nee, dat gaan we niet doen. Ja. Nee, maar ik ben weer blij dat ik je in ieder geval ook zie lachen. Weet je, ik lach altijd wel. Ja. Ook als ik moet huilen, maar ik lach altijd wel. Weet je, want als je dat doet, dat maakt je gewoon blij. Ja. En dan voel je je beter als dat je somber bent en moet huilen. Ja. Natuurlijk, ieder mens huilt en is verdrietig. Ja. Maar de eerste nacht ook niet gaan slapen. Nee, maar goed, weet je, het is... We gaan weer vooruit, weet je. Het is denk ik altijd, het is lekker weer en... Lekker naar buiten. Ja. En dat kan ook niet. Nee, als ik zo naar buiten kijk, denk ik, lekker hoor. Ja, even lekker loopje doen, maar dat kan ook niet. Nee, niet te ver, nee. Is je tuintje in. Ja, hier al lekker hoor. Maar je hebt een mooi tuintje, ondanks dat je het nou niet echt goed kan onderhouden. Ja, hij is wel mooi. Jawel, dat is zo. Er steekt wat gras links en rechts, ja, dat is... Ja, maar ja, dat hou je. Ja. Ja, goed. Dus beter nu even van niet. Juist, daarom dus. Komt allemaal wel weer goed. Ja, en anders maar niet. En anders maar niet, zoals al zeg. Ik weet het, dus, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon met ons mee. En geniet ook van het prachtige mooie weer, want dat hebben we wel weer, of niet dan? Kijk maar naar buiten, zegt ze. Nou ja, kijk bij jullie zelf naar buiten. Ik weet niet waar jullie wonen. Maar als het bij jullie slecht weer is, nou ja, hebben jullie pech, dan moet je binnen blijven. Of je moet iets buiten doen, zoals naar de winkel. Dan word je nat. Maar wij hebben in ieder geval het zonnetje. En daar zijn we blij mee. Dat heb je als voordat dat je aan de kust woont, hè? Heb je meestal zon? Nee, want ze zeggen dat het hier juist veel regent. Nee. En dat de zon in Den Haag is. Nee, die is niet in Den Haag. Nou ja, wel zou kunnen, weet ik niet. Interesseert me ook niet. Maar het is altijd, ik ben op Texel geboren, het is altijd aan de kust, is de meeste zonuren. Ja, dat heb ik ook geleerd. Ja, nou, geniet ervan. Ja, dat doen we ook wel. Oké. Okay. Ja hoor, dat doen we wel, ja. Dat doen we zeer zeker. Dus ik zou zeggen, geniet ook een beetje met ons mee. Doei. Ja, ik sta hier al langs de weg. En jullie zien daar een schip op het droge leggen. En wat voor een schip? Een heel groot schip. Dat is er eentje waar die van is. Eentje met heel veel geld. Ja. Nou ja, ook die moet onderhoudsbeurten krijgen. En waar kunnen ze dan het beste terecht? In Den Helder bij Dammen. Of Damen. Ja, Damen eigenlijk. Het is niet Dammen, want daar heb je twee M's nodig. En het is één M, dus Damen. Maar in ieder geval, ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Nee. Ik wist al dat hij hier lag. Maar ja, hij is maar een klein stukje zichtbaar. Helaas. Ja. Helaas. Ja. Dus ja, we gaan eventjes verder die kant op. Kijken of ik nog wat leuk zie, ja of nee. En zo niet, hebben we pech. En dan gaan we gewoon weer naar huis. Want het is ook niet zo vroeg meer. Nee. Even zien hoe laat het is. Het is 17:47. Dus het loopt tegen 6. En de meisjes die zullen hun ook wel afvragen. Waar blijft vrouwtje? Ja, ook dat nog. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. En ik heb wat op mijn bord leggen. En dat is warm. En dat is lekker. En dat is smullen. Ik ga het jullie zien, maar dan denken jullie van, wat zit daar nou weer in? Ja. En Shaki. Ja, wat zou daarin zitten? Ik laat dat jullie zo zien. Ja. Echt wel. Dus zeggen.
tot zometeen. Ja, en zoals jullie zien, een lekkere appelpizza. Ja, dat wordt yummy, dat wordt yummy. Nou ja, en een sappie, en een koffie, en nog extra knoflook. Lekker, 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 lekker. Dus we gaan genieten. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, het is alweer hartstikke, hartstikke laat. Eigenlijk had ik al veel eerder op mijn bed willen leggen, maar het is niet anders. De computer is nog bezig met de vlog om die naar YouTube te krijgen. Daar is hij mee bezig. Dat is 89% geüpload, 90%, dus dat gaat hard. En als dat gedaan is en hij gaat dat natrekken, weet ik hoe dat heet, dan kan ik hem uitzetten. Het is inmiddels al wel weer 2:22 en ik wil ook bij tijd eruit. Want ja, zoals velen zeggen, het is vandaag, morgen, nadat ik geslapen heb, Koningsdag. Enkel, ik zeg geen Koningsdag meer. Nee, absoluut niet. Feestdag gewoon. Want er zijn er meerdere jarig. Ga maar vooral andere mensen zingen die jarig zijn. Maar niet voor hen. Niet voor hen. Nee. Doe dat alsjeblieft niet. Of je moet nog slapen. He, dat je geen wappie bent, maar een lammetje, he, die achter de rest aanloopt. Dan moet je het zelf weten. Maar ik hoop van ganse harte dat degenen die wakker zijn, die het is nooit voor andere mensen zingen. Ja, er zijn meerdere mensen jarig. Dus zing voor hun en niet voor die achterlijke gladde jol die daar in Den Haag woont. Dan denkt hij wel wie die is. Snotneus. Dat is jonger dan dat ik ben, ja. Dus ik mag het zeggen. Ja. Hé? Lekker ding? Ja. Maar in ieder geval, die achterlijke gladiool, die speelt alleen maar toneel. Dus ja. We hebben gewoon geen koning. Ga maar terug naar zijn oma. Hè? Juliana verwisselt als baby. Weet je genoeg? Als je dat allemaal naar gaat trekken, dan weet je genoeg. Maar in ieder geval, voor nu, wens ik jullie een hele fijne nachtrust voor degenen die net zoals ik laat naar bed gaan. En vanmorgen natuurlijk een hele fijne, gezellige, liefdevolle feestdag. Geniet ervan met wat jullie gaan doen. Blijf je thuis, blijf je thuis. Ga je in de natuur genieten, ga je dat doen. Lekker, heerlijk. Ik ga dus wel er ook op uit, hopelijk, als het niet regent. Ja, want je weet het maar nooit in het kikkerlandje. Dus, maar ik probeer het wel, erom op eruit te gaan en dan mooie contents te schieten. Hé? Ja. Dus wij gaan naar bed. De meisjes die heb ik halverwege de avond buiten gelaten. Tenminste, heb ik met ze gelopen. Nu de net heb ik ze even in de tuin gehad. Dus ik vind welletjes. Dus ik zeg, welterusten lieve vrienden. Slaap lekker met mooie dromen. En jullie weten het, daar komt die weer aan. God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg, tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.